De Nationale Assemblée zal binnenkort een voorstel ontvangen ter wijziging van de melkwet. Dit liet minister Prelaat Seodien in de Nationale Assemblée weten tijdens de behandeling van de wet beperking slachtvrouwelijke runderen afgelopen donderdag. De bewindsman zei dat in de afgelopen periode de prijs van melk enkele keren is aangepast en dat de overheid nog subsidie biedt aan de melkcentrale. De wijziging van de melkwet heeft tot doel de melkprijs te liberaliseren. De hele sector is bezig in elkaar te klappen omdat we elke keer achterlopen in aanpassing van de melkprijs. En melk is het enige agrarisch product waar de overheid de prijs van melk bepaalt. Maar wij houden elke keer achter de feiten aan. Bijna alle prijzen zijn geliberaliseerd, van melk nog niet. En het voorstel komt binnenkort naar de college en dan zullen wij hier diepgaander daarover discussiëren. Fractievoorzitter van de NPS Gregory Rusland begrijpt dat veel zaken geliberaliseerd worden. Echter moet er volgens hem rekening gehouden worden dat melk een van de basisproducten is voor de gezondheid van de samenleving. Voor onze kinderen, maar ook voor de ouderen. Ik denk dat naar de boeren toe inderdaad maatregelen getroffen moeten worden om de juiste prijs te krijgen, zodat men natuurlijk door kan gaan met de productie. Maar er zal wel rekening vanuit de regering gehouden moeten worden dat melk gebracht moet worden naar de arme gezinnen, waarbij we natuurlijk kunnen kijken naar de gezondheid van de kinderen. Dus men zal op een of andere manier wel moeten subsidiëren.